Ik ken Koeman best wel goed, al heel lang. We gingen ook wel eens samen, in de tijd dat hij trainer van Vitesse was, deden wij wel eens op donderdagavond samen een rondje onder het... Belde hij wel eens op van, zullen we eventjes naar Heartlands gaan, Hans? Dat is de tent in Arnhem. Zullen we eventjes naar Heartlands gaan? Onder het mom van, wij gaan eventjes Remco van der Schaaf, Theo Jansen, Djurovic, die gaan we even controleren. Maar ja, meestentijds dan waren die jongens al om 11:30 weg. Ja. Maar Ronald en ik hadden het nog prima naar zin. Oh ja, op die manier. Maar hij is een van de weinige trainers die dat kan doen zonder zijn gezag te verliezen. Alle spelers hebben respect voor hem. Ja. Hij is keihard, maar hij kan ook gewoon dit doen. En nou die kloterige 1-2 tegen Granada. Ik zat gewoon met een Barcelona petje op. Ja. En ik interesseer me geen reet wat iemand ervan vindt. Wat ik ook wel heel erg leuk met Koeman vond, de rechten van de Interlands, die lagen natuurlijk altijd liggen bij de NOS. Ja. Maar Jan Joost had altijd, wij doen samen de voor- en nabeschouwingen, wij hebben de sublicentie bij ESPN. Ja. Jan Joost staat altijd stevast 1,5 uur eerder de opstelling dan de NOS die grof geld betaalde. Oh ja. Ja, en daar konden wij verschrikkelijk om lachen met z'n tweeën. Oh. En die gaf hij gewoon aan ons, omdat hij het ons gunde. Ja. Dat is mooi. Ja. 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 Ik gun het jullie. Nou ja. Okay. Ronald is goed. En heb je gisteren Europa League gehad, natuurlijk. Dat zenden jullie ook uit. Ja. Heb je dan welk potje heb je gezien? Ik heb volle bak zitten kijken naar Manchester United tegen Roma. Donny van der Beek schitterde weer op de bank. Ja. Ja, die moet echt wel aan het voetballen raken. Die moet er echt weggaan. Ja, en ja, het begint een heel serieus verhaal te worden. Maar heel veel mensen vinden Pogba niet zo heel bijzonder goed. En ik zeg ook niet dat hij 100 miljoen waard is. Ik vind Pogba zo asociaal, verschrikkelijk goed. Die heeft echt iets van, als hij de bal heeft, dan kunnen er 4 of 5 tegen hem aanlopen. Die vallen gewoon om. Die vallen altijd om. En in de drukte houdt hij altijd die bal. En hij heeft een versnelling, wat Frenkie de Jong ook een beetje heeft, in zijn dribbel. Ja, ik vind Pogba geweldig. Ja. Ik vind Pogba, alleen maar, ik ga alleen maar zitten kijken voor Pogba. Ja, oké. Okay. Ja, het was wel Roma, 6-2 eraf. 6-2. Dat je denkt van, nou ja, inderdaad, Ajax had misschien toch wel Roland verder kunnen komen. Nou ja, dat zal de grote frustratie de hele zomer zijn van Erik ten Hag. Dat Tadic hem niet de 2-0 thuis erin schiet en dat... Scherpe die hem eventueel wel had kunnen hebben. Ja, ja, nee, zeker waar. Hans, even terug naar 1-2 weken geleden, uitzending bij Veronica en Seid. Ik weet niet of je erover wil praten nog eventjes, maar jij bood ineens excuses aan midden in de uitzending. Ja. Johan was er niet helemaal mee eens. Hoe kijk je daar terug? Nou, niet helemaal mee eens. Die dacht dat ik ik van de flat gevallen was. Je mag in het programma Veronica en Seid mag je elkaar ongelooflijk beledigen. Zeker. Wilfred mag mij net zo vaak onderbreken als hij wil. Johan en René mogen zeggen wat ze willen. Ik mag zeggen wat ik wil. Ik mag Wilfred een paardenlul vinden. Ik mag een ongelofelijke paardenlul vinden. Want dat is hij ook. Maar owee, als je je excuses een keer aanbiedt. Nou, ik heb het voor het eerst in 14 jaar gedaan. Dat gaat ook 14 jaar niet meer gebeuren. Maar ja, René begon in één keer over de opvolging van Sarine Wiegman. Ik zal Dick leuk vinden. Nee, denk je niet? Nee. Hij heeft maar het één keer gedaan, hè? Ik zou dat niet met Corpot doen. Nee, Corpot. Dan wordt het heel druk op die gang. Corpot kun je niet loslaten. Is wel een geweldige achternaam om de dames te trainen, hè, Pot? Dat schoot eruit en toen dacht ik van, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik moet wel even zeggen, nu jij erover begint, want René zei van Corpot zou wel een goede trainer zijn. Ik vind het echt heel knap wat ze doen. Ik maakte wel eventjes een verkeerde opmerking door te zeggen van hij heeft een goede achternaam ervoor. Die moet ik even terugnemen. Waarom? Die neem ik even terug. Zit je mee? Ja, vond ik een slechte opmerking. Pot. Ja, vond ik een hele slechte opmerking. Ja, maar er zitten toch 9 potjes in dat team? Ik vond het een slechte opmerking. Hans Lagaam. Ik zeg sorry. Had je dat ook 5 jaar geleden gedacht, als je zo'n grap maakt? Jawel, ja, want ik vond het een hele slechte grap. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Pot, René zegt Corpot. Ik denk, oh, goede achternaam. Ja, ik denk, ja, dan moet je gewoon in de camera even zeggen van sorry, dat heb ik niet bedoeld. Nee, oké. Okay. Ik ben wel onthoofd. Het was Johan, die accepteerde ja, jou, sorry. Ja, die had een hondbalknuppel bij zich en die heeft me gewoon van hier tot Gorlo geslagen. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.